Dat drugs er dus de baas zijn op straat in Maastricht, dat lieten we je al eerder zien. Wat kun je allemaal regelen? Alles. Laat maar geld zien, krijg je het. Hebben jullie dit allemaal vandaag verdiend, jongens? Ja, ja, allemaal vandaag. Sinds toeristen niet meer welkom zijn hier in de coffeeshops in Maastricht, staan de drugsdealers tegenwoordig hier op station toeristen op te wachten. De situatie loopt uit de hand. Ben je in Nederland? Nee, België. Oh. Oh ja, zeg maar, zou ik voor je naar de shop gaan? Want jij jouw zelf kom je niet binnen. Maar jij kan voor mij naar binnen gaan? Ja, ik kan voor je. Dan moet ik jou geld geven. Wat moet je hebben? Ja, voor een beetje wiet. En wij kunnen het voor jullie halen. Dan haal ik het voor jullie. Komen jullie van Nederland? Nee, België. Ik koop alleen zakjes van 5 gram. Hoeveel is dat dan? Euro. Kun je laten zien? Ik heb hier niet bij mij, als je het een beetje mee kan ik je laten zien. Vanavond wil de gemeenteraad van Maastricht een einde maken aan deze situatie. De vraag is, wat gaat burgemeester Hoes nou doen? Er zijn mensen die allerlei opvattingen over het coffeeshopbeleid hebben. En dan gaan we vanavond weer met elkaar over discussiëren, geloof ik. Maar dit discussie speelt al heel lang, dus u hebt alle tijd gehad om over na te denken. Wat gaat u doen? Op dit moment gaat er niks veranderen in het beleid. Het is natuurlijk geen verstandig idee om je tegenover je eigen gemeenteraad op te stellen. We hebben vandaag een motie ingediend om te stoppen met het handhaven op het I-criterium. Omdat wij en ook andere partijen in deze raad van mening zijn dat met de invoering van de wietpas, dus eigenlijk ook het weren van de buitenlanders, de drugsoverlast in Maastricht aanzienlijk is gestegen. Wij delen dat we een veilig en goed leefbare stad willen hebben. Wij vinden dat er echt wat moet gebeuren. Dus we gaan niet zomaar akkoord met... En ik leg dit naast meneer. Hey, wanneer gaat u nou eens een keertje oplossingen verzinnen voor Maastricht? Nou, ik dacht, als er iemand standvastig was in het coffeeshopbeleid in Nederland, ben ik er nog wel. Ja, want u blijft nog steeds in sprookjes geloven. Nee, ik heb alleen maar geconstateerd de afgelopen jaren dat wij heel veel overlast hadden van buiten, van niet ingezeten in Nederland. Dat heeft iedereen in Maastricht geconstateerd, ook mensen buiten Maastricht. Daar hebben we een oplossing voor bedacht. Zolang als wij die buitenlanders blijven discrimineren door nee tegen ze te zeggen, u mag niet meer erin, blijven ze toch naar de stad toe komen en kopen ze allemaal in het illegale circuit. We zijn er echt behoorlijk op achteruit gegaan. Dat sinds de invoering van de wietpas de overlast in de buitenwijken en in het centrum enorm is toegenomen. Dat betekent, voor zover wij nu kunnen nagaan op die signalen, dat de criminaliteit toeneemt. Ik ben afgelopen week weer de straat op geweest hier in Maastricht. En zodra je de trein uitstapt en je loopt het treinstation uit, dan word je meteen bestookt door drugsdealers. We waren net hier, wij stonden binnen en er werd gewoon drugs voor u gedeeld. Nee, wacht even. De vergadering is om 5 uur. Maar ja, gaat u helemaal niks doen? Ik ga de komende paar weken met de gemeenteraad out of the box denken zoals we het hebben afgesproken. Allerlei oplossingen met elkaar bedenken om de problemen te lijf te gaan. En dit zal ongetwijfeld daar een onderdeel van zijn.